Sander van, van Radio 538, die worden lid van de Nederlandse selectiecommissie en volgen daarmee Daniel Dekker op, die op zijn hoogtepunt vertrekt. Wat vind jij ervan, Daniel? Ik weet nog niet of het... Koen en Sander. Nou, ten eerste, Daniel Dekker heeft het natuurlijk 10 jaar gedaan. En ik op zijn hoogtepunt stoppen, dat snap ik natuurlijk volkomen. Hè. Duncan Lawrence dit jaar gewonnen. Dus ja, beter dan winnen kan niet. Nou ja, je kan toen nog een keertje winnen. Maar blijkbaar vond Daniel het genoeg. Ja, als een radio-dj stopt, ik vind het een goed idee om dan weer een radio-dj in die vakjury te plaatsen. Je hebt natuurlijk ook al Cornald Maas, hè, een televisiepresentator. Jan Smit, een zanger. Ook de AfroTros-directeur Erik van Staden zit in die vakjury. Of in die selectiecommissie. Dus ik vind het goed dat er weer een radio-dj bij komt. Nou, in dit geval 2. Ze hebben natuurlijk ook wel veel met het Songfestival. Hè. Ze doen altijd in de radioshow ook wel veel mee. Ik had eerder verwacht, hè, als je dan toch denkt van het wordt een radio-dj, had ik eerder Ruud de Wild verwacht. Die zit natuurlijk ook altijd in de vakjury van het Songfestival namens Nederland. En beoordeelt daarmee de landen. Dus ja, ik had eerder dan verwacht dat hij bijvoorbeeld in die jury plaats zou nemen. Of in die selectiecommissie. Ik haal het steeds door elkaar. Ja, want ja, ik zou die Koen en Sander, die vind ik ook niet echt de serieuze types daarvoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar ze hebben natuurlijk wel die connecties. En dat was vooral het belangrijkste bij AfroTros. Dat ze zeiden, we willen weer een radio-dj, want die zit gewoon ook in die wereld. En die kent gewoon die artiesten.